je toch? Ja, ja, met Simmy Skills Hero. We zijn bij de vierde YouTube video. En ik ben met de deelnemer Aaron. Coming soon, more. Blijf checken als je meer wil weten. Ik ben vandaag met Aaron en hij gaat zichzelf even voorstellen, man, aan de kijkers. Ze willen weten wie je bent, Aaron. Ik ben Aaron Melik, ik ben 18 jaar oud, ik kom uit Diemen en ik speel bij Rutte. Oké, netjes, man. Hey Aaron, voordat we gaan beginnen, ik ken je lang, hè? Ja, bro, sinds way back, man. Echt sinds way back, hè? Je was echt jong, je speelde in de F'jes toen. Ja, man. Met mijn broertje ook. Mm-hmm. En bro, ik ben eigenlijk wel echt trots op je, man, hoe ver je bent gekomen. Dat je ook bent doorgegaan met Buddy. Ja. Dat is wel echt sterk. Maar hoe is het allemaal gegaan? Want ik weet vanuit SC Diemen, daar ben je begonnen, maar hoe is het verder gegaan? Ja, ik heb 3 jaar bij SC Diemen gespeeld. In de F1 toen. Ik heb ook met je broertje samen gespeeld natuurlijk. Ja, precies. Daarna een jaartje naar SV Rap geweest. Ik heb een jaartje bij SC Burger gespeeld. En daarna heb ik ben naar AZ gegaan, 7 jaar gespeeld. Sinds afgelopen zomer speel ik bij Willem 2. Jong Willem 2, hè? Ja. Lekker, man. Goed bezig, man. Ik ben trots op je, man. Ja, ja. Eerste challenge met Aaron. En we zijn er gewoon. En wat we gaan doen is... Ik geef hem een hoge bal. Die aanname moet goed zijn. Ik ga checken of Aaron's aanname goed is. Zijn jullie ready? Ben je ready, Aaron? Ja, maar ik ben ready. Je bent ready. Kom op! Ja, 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 ja. Eerste challenge. Ik ga jullie even de regels vertellen. Ik geef hem 3 ballen. En ik wil 3 goede aannames zien. Dus als die bal stil, niet stuitert, heb je 1 punt. En je hebt 3 kansen. En ik ga kijken of Aaron het aan kan. Zijn meer skills. Woe! Oké, hè? Hé, wacht even! Hé, slecht nog wat. Aanname stil! Dat is de laatste one, hè? Kom maar door die tweede. Bro, die eerste gaat niet erin. Oh, die eerste niet? Oké. Was dat ook niet, hè, Aaron? Ja. Oké, de laatste. Laatste, kom on, Aaron. Ja, kom maar. Kom maar, ik gooi hem zelfs in mijn hand zo. Perfect. Hoog. Dat was hem, hè? Of was het hem niet? Kijkers. Ik weet het niet, maar wat denk jij, Aaron? Stil toch of niet? Hij was stil, hè? Ja. Oké, van de 3 kansen, je 1 punt. 1 punt voor Aaron. Willen jullie meer zien? Blijf checken, zijn mijn skill. Oké, kom maar. Ja toch, 1-0. Is niet stil, man. Is die? Is echt niet stil. Oké. Deze was clean, hè? Ronaldinho, je moet me checken. Ja, ja. Oh. Die andere voet herstelde hem. Die andere voet herstelde, maar dat betekent dat we alle twee... 1 punt hebben. 1 punt hebben. Dus dat betekent... Alle twee 1 punt en we gaan naar de volgende challenge. Oké, we zijn aangekomen bij de tweede challenge. Met Aaron samen. En ik weet niet of Aaron het aan kan. Bro. Ja, ja, we zijn aangekomen bij de tweede challenge met Aaron. En we gaan kijken of hij het aan kan. En wat we gaan doen is, we schieten. En de bal moet via de net in dat vierkantje blijven. Dan heb je een punt. 5 kansen. Kijken wie dat lukt.
Oké, de laatste is altijd belangrijk, hè? Bro, laatste is... Dat is... Dat laat zien van ga ik het halen of niet. Hé! Hey! Wat? Same your skills. Tweede challenge gewonnen. En voor de rest, wat doe je dagelijks leven eigenlijk? Los van voetbal. Ik vind het leuk gewoon met vrienden te hangen. En PlayStation, gewoon wat iedere mens gewoon wil doen. Ja, precies. Gewoon. Dat zei ze. Corona kan je wat weinig doen, maar de dagen zijn wat saai geworden. Maar ben je wel fit? Of? Precies, wel fit. Lekker man, netjes man, bro. Dat zei ze man. Dat is uiteindelijk ook belangrijk, toch? Dat je fit bent voor wanneer voetbal weer gaat beginnen, dat je ready bent. Ja. Dus dat zijn ze, man. Lekker bezig, man. En voor de rest, met geloof, hou je daar ook mee bezig? Of? Ja, van mijn ouders heb ik al sinds jong af meegekregen dat ik zijn christelijk en dat hebben ze eigenlijk ook door aan mij gegeven. Ja, precies. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Zeker. Zo, ook sowieso met voetbal en zo. En, precies, al die man. Dingen. Zeker man. En hoe gaat het met je ouders en iedereen thuis? Ja, gaat goed man. Gaat lekker? Ja, gaat lekker man. Dat zijn ze man. Doen hun ding. Gaat, gaat prima. Gaat ja, je maakt ze blij toch met voetbal? Ja, zeker. Nu zo goed bezig ze bent. Ze mag steun sinds jong. Sinds jong, dat, ja. Gaan ze blijven doen, denk ik. Ze waren altijd fanatiek, weet ik nog, langs de lijn. Als ze ja. bij het team speelden. Ja. Dat waren ook mooie tijden man. Ja. Als ik erover nadenk, maar alsof het gisteren was man. Zo snel ging het. Ja man. De tijd is snel gaan, man. De tijd gaat echt snel, man. Ja. En voor de rest, hoe vond je het vandaag gaan eigenlijk? Ja, het begin ging een beetje stroefjes. Geen stroefjes. Weinig punten gepakt. maar het laatste heb ik ze wel een jantje gegeven. Ja, maar hé, dat is eenmalig. Dat is eenmalig, man. Gaan we zien, man. We gaan meteen nog een Panna Challenge. Kijken of ik je een Panna Challenge ga geven. Zeker, man. En we gaan nog Panna Challenge spelen. En volgens mij, ik denk dat je 2 krijgt. Nou? 2? Wat denk jij zo? We gaan het zien, man. We gaan het zien, hè? Niet te veel praten. We gaan niet te veel praten. Check it out! Maar we zijn bij de derde challenge. En we gaan die bal krullen. Ik ga jullie laten zien. Krullen, snel, hier. En we doen 5 keer. Dus 5 kansen heb je om te krullen wie de meeste scoort. We doen het omste beurt. Aaron, ben je ready? Bro, ik ben sowieso ready man. Je bent ready? Ik ben sowieso ready. Maar jij gaat beginnen nu of? Steenpapier gaan. Je vindt het leuk hè, steenpapier gaan. Moet altijd. Let's go, kom maar. 3, 2, hey! Bro, je hebt deze met volle overtuiging gewoon. Ik ga niet eens in discussie. Snelle Jantje, 4-1. Shit, wat een gezeik. Maar we gaan door naar de volgende challenge. Dat is belangrijk. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste challenge. En het is de Panna Challenge tegen Mr. Aaron. En we spelen tot de 3. Een Panna is... Klaar toch? Nee, is niet. Een Panna is een punt erbij. En we spelen tot de 3. Je kan 3 keer scoren over Panna. Dat is gewoon een punt erbij. Tot de 3. Let's go! Hey,
Maar eerst succes. Oké, No!